We weten dat de zaak echt zwaar is voor de mensen. Daarom ben ik met de mensen van de, met de minister van NH, de deskundigen van het kabinet, deskundigen buiten het kabinet, deskundigen van IBS gaan zitten van wat kunnen we op korte termijn nu doen om direct enige verlichting te geven aan, onze, aan ons volk. Het verschil gaat u hier in zien. Die 450 kilowattuur is 153,25. Bij de verhoging in mei is hij 153,25 gebleven. 500 kilowattuur, nog steeds weer terug naar april 16, was 171,25. Bij de verhoging kwam hij op 268. We hebben hem nu op basis van wat men noemt de staffelmethode, komt de persoon die 171 betaalde, gaat nu betalen 178. Dat wil zeggen een verschil van ruim 90 SRD. De persoon die 225 betaalde, gaat nu met verhoging betalen 265. Dat wil zeggen dat de verlichting wordt voor de mensen van 231 gulden. De mensen van 1100 kilowattuur betaalden 401 en toen kwam de bom. De man paar 40, bijna 1500. Bij de nieuwe staffel gaan ze 768, oftewel een korting van 691. Dit zijn we al samen overeengekomen. We zijn al op de goede weg. Ik trek alles uit de kast om 1. De mensen zoveel mogelijk te vrijwaren van de te zware last, omdat we weten hoe hard het is. En tegelijkertijd is het ook zo dat we wel constant gaan vragen naar enige bijdrage, omdat we allemaal wat offers moeten brengen. President, er is nu een nieuwe berekening gekomen voor die EBS-tarieven. Waarom is er dan niet in de eerste plaats gewoon geluisterd naar die protesterende vakbeweging? Laat me het volgende van zeggen. Bij de berekening was de vakbeweging echt aanwezig. De deskundigen van de vakbeweging waren aanwezig. We waren er allen aanwezig. Men had niet kunnen bevroeden de zaak er zo dat de zaak zo zou uitpakken. Ik denk wat gekild heeft, is om de vakbeweging was er, bedrijfsleven was er, IBS was er, NH was er. Dus we hebben allemaal de fout gemaakt en we hebben niet, echt niet doorgedacht. Want als u natuurlijk, het probleem kwam als u weer 800 kilowattuur gebruikt voor, noem ze een dwarsstraat, 15 cent. En hier is het probleem. U gebruikt 805 voor 20 dollar cent. Dan had men u dit moeten aanrekenen voor die 15 dollar cent. En deze 5 voor die 21 of 22 dollar cent. Wat ze gedaan hebben, vanaf dit moment hebben ze alles doorberekend voor 21, 22. En we zijn samen gaan zien dat het fout is. En we zijn samen weer gaan berekenen. En dan zie je dat de zaak veel gunstiger wordt. Dat geld dat nu te veel geïnd is, gaat dat terugvloeien naar de mensen? Daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Ik heb twee dingen gehoord van de EBS. Ik heb gehoord, mensen hebben geld teruggekregen. Laat me nogmaals zeggen. Als ik jok, dan jok ik in commissie. Ik had begrepen in eerste instantie dat de zaak zou worden gecompenseerd met stroom. Maar ik heb begrepen dat bij grove fouten EBS, aan de zijde van EBS, dat het wel gelukt was om de mensen financieel te compenseren. Goed. Laat me nogmaals, dat is gisteravond zo gezegd toch, heren? Om Julius zeg je, erin takkie, jammer.